Dag lieve toeschouwers en welkom op een nieuwe aflevering van Boekenbabbel, waar ik een boek lees en erover ga babbelen. Het boek van vandaag is genaamd De jongen in een gestreepte pyjama, een verhaal dat plaatsvindt in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Laten we maar beginnen. Het verhaal gaat om Bruno, een 9-jarige jongen, binnenkort 10, dat in Berlijn woont in een groot huis. Zijn vader is commandant van het Duitse leger en is dus van groot belang. Bruno leeft gelukkig met zijn familie tot op de dag waar ze moeten verhuizen door een reden dat het 9-jarige hersenen van Bruno niet kan begrijpen. Ze verhuizen naar een plek dat Auschwitz noemt, een naam dat niemand kende en niemand ooit heeft gehoord. Bruno vond het saai in Auschwitz en verveelde zich kapot, zoals hij het vaak zegt. Het huis is kleiner, ze wonen in het midden van het bos en hebben geen buren. Hij kon het niet meer aan en begon op ontdekkingsreizen te gaan. Tijdens zijn ontdekkingsreis ziet Bruno een ijzeren draad, een soort van hek. En achter die draad zit een jongen. Bruno was blij dat er nog iemand was om mee te spelen. Hij kan spijtig genoeg niet met hem spelen door het ijzeren draad. Dus begint hij met de jongen te praten en zijn naam is blijkbaar Schmuel. Schmuel is heel mager en kaal en kijkt de hele tijd naar de grond. Een rare naam, maar Bruno denkt er niet aan. Stilaan gaat Bruno steeds vaker naar het draad om Schmuel te zien. Ze worden uiteindelijk vrienden. Maar Bruno is maar 9 jaar oud en moet nog veel leren. We horen niet alleen zijn omgeving, maar ook tegen wie hij elke dag praat aan het raad. De jongen in de gestreepte pyjama. De jongen in de gestreepte pyjama is een historische roman, geschreven door de bekende Ierse auteur John Boyne. Hij werd gepubliceerd op 5 januari 2006. En op de dag van vandaag zijn er ongeveer 7 miljoen exemplaren in de wereld. John is niet alleen maar auteur, maar ook journalist in Dublin. De eerste schrijver is bekend voor andere boeken, zoals Wat het hart verwoest, De jongen op de berg, Dief van de tijd en Een bak vol anderen. Deze boek vond ik top. Heel verbazend ook. Het verhaal is eenvoudig, maar ook straf. Iedereen zou deze boek moeten lezen. Als je niet van lezen houdt, kan je zo'n 10 à 15 pagina's per dag lezen. En in minder dan een maand ben je er klaar mee. Dit helpt niet alleen voor je algemene kennis, maar ook met jouw leesgedrag. Persoonlijk ben ik geen lezer, maar deze boek heb ik kunnen afmaken in minder dan 2 weken, wat redelijk snel is vergeleken met mijn gemiddelde tempo. Doorheen het boek was het verhaal redelijk eentonig, maar wel interessant, en ik heb me echt niet verwacht aan het einde. Deze boek is echt een klassieker. Dit was het aflevering van Boekenbabbel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dankjewel voor jullie aandacht en tot de volgende keer.